Door Steven Noord, goede tackle. Oeh. Daar gaat hij weer de lijn in, ja. Van Hilversum. Dat is Visser, die dummy. Ja, die stapt uit de tackle en scoort helemaal in de hoek. Daar gaan we. Boom, ja, we reizen doorheen. Mark Holden probeert hem te pakken. Mooi, ja, hij scoort de bal over. Roos met die goals en die scoort! Een fantastische... Scrum gaat nemen, wordt uitgepaasd naar de nummer 10. Marcus Holden. Oh, hij gaat weer de lijn in. Popje naar de eerste center. En die paast hem naar buiten toe. Naar de fullback. En die scoort eenvoudig links aan de buitenkant. Oh, Marcus Holden. De recordlijn van Hilversum weer. Storm Curl. Ja, dat is een balletje inside. Oh, en daar is Fabio Bries nog met de tackle. Maar het heeft geen, haalt niks uit, want het is een try. Goeie scrum van Diok. Ai, en dat is sterk. Snel. Ja, lekker! Benjamin Kathir is on fire. Toch nog balbezit van Hilversum. Ai, de Rick Rovers die heeft toch weer snelheid. En ja, die kan zelfs ongestoord helemaal doorlopen en scoren. Balbezit nog steeds voor Diok. Oeh. Die wordt keurig uitgenomen. Slordig spel nu opgepikt door Hilversum. De prop die maakt meters. Bal naar buiten op de wing. En die gaat meters maken. Die winger die loopt door de tackle van Benjamin Garcia heen en mag hem helemaal in de hoek drukken. Pie. Wordt niet gevangen, maar opgepakt door Visser Grimbergen. Verlangt de bal, dan gaat de driekwartlijn in. Die mensen kijken eens, een halfbreak van Rick Govers. Die gaat de snelheid maken, de nummer 13 van Hilversum. Paast hem nog een keertje op de nummer 15. En die haalt het net niet, maar het is wel een offload. En daardoor is het toch een try voor Hilversum. Helemaal weer in het hoekje. Penalty. Free kick voor Diok. Wordt hier snel genomen door Benjamin Garcia. Die kan heel snel gaan. En hij paast de bal op de paast naar huis. Huis. En die gaat er nog even scoren. Ja, het is nog een try voor Diok in de laatste secondes van de wedstrijd. Fantastisch. Open up! Again! Hey! Oh!
Thank you.